Het EFS College COFAP wil de kwaliteit van onderwijs in de klas verbeteren door middel van een docentprofessionaliseringstraject. Met dit proces worden deeltijdse en voltijdse docenten bij deze onderwijsinstelling bijgeschoold om beter onderwijs te verzorgen. COFAP-directeur Anshel Walerlei Kumbangsila zei vandaag bij het openingscollege dat docenten die zich niet onderwerpen aan het docentprofessionaliseringstraject geen onderwijs meer zullen kunnen verzorgen op COFAP. Het bijscholingstraject van docenten die bestaat dus uit 4 gebieden. Vakinhoudelijk deskundigheid, dat zijn de mensen die dus de verpleegkunde vakken verzorgen. Pedagogisch-didactische deskundigheid, de mensen die ook de verpleegkunde vakken verzorgen, maar ook de algemene en de andere medische vakken, moeten ook pedagogisch-didactisch verder bekwaamd worden, zodat ze ook beter onderwijs aan jullie kunnen verzorgen. Maar ook onderzoek moet beter aangeleerd worden, zodat studenten ook in een eerder stadium begeleid worden op de juiste wijze aan hun onderzoek, zodat hun opleidingstraject niet zo uitloopt. Maar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, digitale didactiek, lesgeven over Zoom, blended learning, hybrid learning, dat zijn allemaal vaardigheden die de docenten bijgebracht moeten worden. Om de kwaliteit verder te verbeteren heeft COFAP ook nieuwe begeleiders geïdentificeerd en getraind om studenten te begeleiden bij hun afstuderen. Dit moet erin resulteren dat het afstudeertraject van de studenten niet wordt gestagneerd. In de klasse zal er ook peer review toegepast worden. Vanaf dit schooljaar zul je dus merken dat terwijl je les krijgt, dat er misschien inspectie de klas binnenloopt om de lessen bij te wonen. Of dat een andere docent de klas binnenloopt om de lessen van de collega bij te wonen. Met peer review willen wij bewerkstelligen dat de kwaliteit van onderwijs in de klasse beter wordt. Vier ogen zien meer dan 2 ogen. Je zal ook merken dat per dit schooljaar ook dat het onderwijsmanagement de klasse binnen zal lopen. Ook de coördinatoren en volledige lessen zal bijwonen. Aan inspectieverplegende en verzorgende beroepen is ook gevraagd om lessen in de klasse bij te wonen en een oordeel te geven. De rollen van de opleidingscoördinatoren zullen ook geëvalueerd worden. Ook die moeten anders ingedeeld worden. Met deze investeringen in het onderwijs en het onderwijzend personeel hoopt het EFS College COFAP dat het onderwijs een afspiegeling is van wat is vastgelegd in het curriculum. Voor dit collegejaar heeft COFAP 1070 studenten in Paramaribo en 172 in Nikeri.